Eddie doet zo zijn best om zijn haar overeind te houden, dat het gelijk het enige is wat hij omhoog houdt. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past I... Yes mensen, leuk dat we kijken naar deze gloednieuwe video. Het is vandaag 31 oktober, het is Halloween. En ik heb voor jullie een leuke video gemaakt. Ik ben namelijk naar de Fright Night geweest, Halloween Fright Night in Walibi. En ik heb daar twee leuke video's gemaakt. Er zijn twee delen. Vandaag komt deel 1 en dat is Rose of Eddie de Clown. Dus ja, dat wordt een hele leuke video. En houd ook even in de gaten. Want aanstaande vrijdag om 5 uur komt deel 2. En dat is de hele video van de Fright Night. De hele dag Fright Night, avond, nacht. Ja, dat wordt een hele vette video. Dus houd in de gaten. Aanstaande vrijdag om 5 uur. Yes, houd in de gaten. En ik zou zeggen, gooi alvast al die duimen omhoog als je geen gewone baas bent, maar een opperbaas. En dan zou ik zeggen, geniet van deze video. Yes, let's go. Welcome to the doorstep of TK. Welcome to the realm of wickedness. I want to get this show rolling. But I need to know if you're all ready. Ladies and gentlemen, if you're ready, I want to see one hand in the air. Two hands if you feel it. Now somebody scream! The warrior, deep in center of the gates of hell. Ladies and gentlemen, are you ready? Too old to bow for your master. Minions move. Bow, bow for your master. Ladies and gentlemen, show your appreciation. My lord. Hey, Simple Jazz! Goedenavond! Hier is hij weer. Jullie enige echte eigen ras-entertainer en seriemoordenaar Eddie de Clown! Heel goed, hoe is het dat jullie allemaal minderwaardigheidscomplex als komen? Oh, jij belangen. Een minderwaardigheidscomplex, moet ik dan? Goedenavond allemaal. Jongens, er is een vacature vrijgekomen in mijn leger des onheils. Nou ja, ben je helemaal vrijgekomen, daar wordt op dit moment backstage heel hard aan gewerkt. Ja, daar wordt aan gewerkt op dit moment. Als het goed is aan het einde van de avond, heb ik een plekje vrij in mijn leger. Dus ik zat te denken, wat gaan we er nou zo doen? We hebben een actie uitgeschreven online, mensen konden filmpjes opsturen om Eddie de Clown te roosten. Nou, is hier? Of ga je gewoon een wildvreemde uit? Die mensen die kan je gewoon zeggen, hè? Haal het fijn dat erbij. Ga blijven er niet uit. Zo, bij jou is iets misgegaan met Walibi. I think I treat the best is how red. Lekker. Is dat weer introduced? Ladies and gentlemen, can you please make some noise for Tariana? Our second contestant tonight, please welcome Mariah. And third, but not least, please welcome on stage, Mr. Guns. Hey, here, is that your here? Zo, daar zijn ze al niet. En een hartelijk applausje voor de drie kandidaten. Ja, dat hebben ze nodig. Sadiandra, jij mag als eerste. Eddie de Clown is dan een clown, maar hij blijft ook een heer. Ja, jij mag het spits afbijten. Online heb je een hele grote bek. Dus ik ben benieuwd hoe je het er vanaf brengt. Ga je gang. Ja, hashtag duurt lang. Goed voorbereid, liever. Eddie Standaard is de enige die wel met vroeg pensioen is gegaan. Wauw. Serieus, ga jij het nou over uiterlijk hebben tegenover mij? Terwijl er zoveel stukwerk op jouw bek zit dat je een aannemer moet bellen? Lieverd, heb jij die wenkbrauwen zelf getekend? Ik heb een nichtje van 4, die kan het nog beter en die heeft niet eens armen. Eddie, hoe kom je aan dat haar en die rode neus? Ben je soms de ovulatiekalender van je vriendin vergeten, hè? Lieverd, je hebt me opgegeven om mij te komen roosten. Beter heb je wat leuke grapjes op dat papiertje staan. Nog een keer! Eddie doet zo zijn best om zijn haar overeind te houden, dat het gelijk het enige is wat hij omhoog houdt. Over omhoog houden gesproken, ik ben blij dat je siliconen hebt, anders liep je de hele dag te struikelen over die lopen klappen van je. Eddie, je stinkt zo erg uit je mond, wil je een keer ophouden met nagelbijten en dan je kont krabben tegelijkertijd? Ik word de eerstvolgende keer als je op je werk de plenen staat te schrobben met voor, kan je misschien beter een knotje in je haar doen. Dat is niet blond meer, dat is dood. Nou is het enige beetje kleur wat jij misschien nog in je leven meekrijgt, komt waarschijnlijk van de playborstel, of niet? Wie van ons lijkt er nou op een playborstel, Eddie? Ben je maat gelijk op een playborstel? Terwijl er in jouw lijf zoveel plastic zit, dat als je doodgaat word je niet begraven, maar gerecycled? Ik had het ook beter kunnen weten natuurlijk, hè. Jongens, zo iemand hoort toch niet in mijn leger, de streets. Ik bedoel, ze heeft gewoon een herinneringetje aan de voornaam om de nek hangen. Want weet ze niet hoe ze heet. Er zit er nog meer hersen in een frikandel. Jongens, ik ben het goed gemaakt. Rommelstopjes, kom er eens bij. Laat jullie zo die andere uit hebben zien, want we zien de gaven ook hebben vanavond. Ik heb namelijk een leuk speeltje meegenomen. Dat gaan jullie leuk vinden. Zo te zien houdt Tariana wel van een zonnelampje op de tijd. Dus wij hebben hier vandaag meegenomen de Sunburn 2000. Yes, my lord! Ja. Join me! Ja. Rose! 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 Het is een zonnelampje. You are bad, oh! Het heet natuurlijk niet frisse Rose, hè? Doe de klep maar dicht. Ja, ketting eromheen. Yes, ladies and gentlemen, can you please make some noise for Marijn! Marijn! Hey, nou Marijn schiet eens op. Ik heb lijken gezien die liepen nog sneller dan jij. Even kijken of hier wat uitkomt, jongens. Eddie, jij ziet helemaal niks zo te zien. Die kop van jou is zo leeg, ik kan zo door die bolle hoog heen naar de achterkant van je hoofd kijken, man. Dat lijkt wel een mensbom. Kijk maar uit dat je opstijgt. En het enige dat je heet krijgt is kapotte. Kom niemand dit vol. Oh, en Tariana aan de hand. Hebben we het verder niet over natuurlijk. Kijk, er komt ooit heus wel een dag dat meisjes naar jou omkijken. De dag dat blikken kunnen doden. En trouwens, ben je al overleden of niet? Je lijkt wel een lijfman. Die geur ook. En die blikken. Klopt helemaal, je bent zo mager. Gadverdamme. Kunnen die altijd hebben bereikt. Eddie, in de keuken heb jij niks te zoeken. Alles bederft spontaan voor jou in de lucht. Is dit je bomback, Marijn? Is dit waarmee je dacht Eddie de Clown te komen informeren? Van mij heb ik niet helemaal begrepen, hè? Dit is een roast! Laat de kans! Jij ziet eruit alsof een bus over je gezicht is gereden. Oh god, je hebt toch nog wat gezien met die holle gaten van je. Weet je, kijk, mijn leven heeft genoeg actie, maar de enige actie die jij ziet is van je rechterhand, volgens mij, of niet? Jongens, ik ben hier gewoon klaar mee. Het schiet allemaal niet op. Jongens, neem me maar mee. Ja, er komt nog een speeltje meegenomen. Maar de blokker haalt van de kaarten. Dit wordt lachen, jongens. Volgende kandidaat, hoe heette die ook alweer? Yes, my lord, his name is Guns. Geert, jij zegt de hele tijd Geert, maar het is Geert. Maakt het niet uit. Ladies and gentlemen, please welcome on stage and make some noise for Geert! Guns! Geert! Komt-ie! Ja! Goedenavond, Geert! Zo! Hallo, Walibi! Uit z'n honger! Het is mijn show, hè jongen? Bla bla bla, wat praat jij veel, man? De rest van je lichaam nou zoveel zo bewegen als die mond van hem, zijn je buik een stuk minder op een zwel lijken. Zo, we hebben een lintworm met pittenbakken, jongens. Daar hou ik wel van. En jij bent 12? Op een schaal van 1 tot 10, absoluut. Leuk hoor, Krullebol. Weet je wat jou goed zou staan? Een borst van je kop. Nou, Eddie, moet je eens luisteren. Wij kunnen Halloween ons masker afdoen en jij moet de rest van het jaar met die rotkop rondlopen. Lelijk, maar eng ben je niet. Ik heb baby's gezien die enger zijn dan hij. Over baby's gesproken. Je had het gisteren de hele avond met je moeder over baby's. Ik heb gisteren met jouw moeder hele andere dingen gedaan. Hey Eddie, hoe worden trouwens de lelijkste baby's gemaakt? Weet ik niet. Vraag dat maar aan je ouders. Enige schat, leven met obesitas. Zwaar hè? Gast, je staat zo hard te falen hier. Zelf als zijn vaders condooms. Oké. Eerst verliest hij zijn waardigheid en nu ook nog eens zijn woorden. This clown, ladies and gentlemen, is going down. Weet je, soms moet je je ook gewonnen geven. Ik zou zeggen, Geert, van harte gefeliciteerd. Je bent de winnaar van de Rose 2018. Yes. Geef hem een hartelijk applaus. Geert, bonaar! Dankjewel. Wil je nog iemand bedanken? Ik wil mijn moeder bedanken. Nee, we gaan het je ook moeten hebben. Kijk, er is een beker erbij. Ja, fantastisch, hè? Zeg nog even een beetje, Geert. Ja, hoor, geef het nog een applausje. Je gaat bijna weg. Ah, hier houdt wel iedereen van mensen. Hoppa! Ah, gefeliciteerd, Geert. Wordt wel hard werk hier, hoor. Ja, dat zie ik. Je laat je reeds zitten en hoofd geraakt worden, zeker. Ja, dat doe jou, denk ik. Maar goed. Zo, sukkeltjes, hebben we er toch weer eentje bij van mijn grote leger des onheils. Dus ik zou zeggen, probeer mij vooral even te roast online. Kom naar Eddie de Clown Official op Instagram. Ik ga even op mijn witte troon zitten uitrusten. Even een zak tuinlaar open trekken. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen, hè? Zoals je moeder. Yes mensen, dit was het alweer van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele vette video vonden en dat jullie hebben genoten. Gooi dan alvast al die duimen omhoog als je geen gewone baas bent, maar een opperbaas. En vergeet ook niet te abonneren hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En volg me ook op Facebook en Instagram. En ja, zet ook in de reactie wat jullie van deze video vonden. Ja, dat kan hier beneden. En bij elke reactie geef ik een hartje en nog een reactie terug. En dan zien we in de volgende video. Dat is van aanstaande vrijdag om 5 uur. Zeggen we deze. Adios.